Hey, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag even gewoon een mini, maar dan ook echt een mini vlog, want ik wil gewoon even praten over een video. Want jongens, precies 5 weken geleden ongeveer heb ik ook een video gemaakt zoals dit. Want waarschijnlijk als jullie deze video natuurlijk weer zien, is het alweer gebeurd. Dan heb ik de 4000 abonnees binnen natuurlijk. Ik heb precies zoals ik al zei, 5 of 6 weken geleden al zo'n video gemaakt. Ik wou hem nu weer maken, gewoon omdat het gewoon zo snel dus op dit moment gaat met de abonnees. Ik heb op dit moment even mijn camera op een statiefje staan waar ik hem mee beet hou. Dus dan natuurlijk wel chillen, want dan is het iets mooier beeld natuurlijk. Want nu punt 1 staat hij stil, als ik hem mooi stil kan zetten. Oh ja, hij staat stil. In 1 maand tijd, iets meer dan 1 maand tijd, laten we zeggen dat het 1,5 maand tijd is, heb ik gewoon 1000 abonnees erbij gekregen waar ik eerst 1,5 jaar over heb gedaan. Dus dat is echt fucking leuk, echt fucking awesome. Want zoals jullie zien natuurlijk bijna 4000 abonnees, nog 11 mensen. En dan is het gewoon alweer gebeurd, dan heb ik de 4000 abonnees bereikt. Natuurlijk mijn doel om op 31 december te hebben natuurlijk is de 10.000 abonnees. Wat het is natuurlijk voor de mensen die dat niet weten, is dat hier 2 cijfertjes staan en hier 3 10.000. Abonneer opnieuw op mijn kanaal als je dat natuurlijk waar wil maken. Als je nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal, want dat helpt mij natuurlijk enorm. En ja, waarschijnlijk als deze video online komt hebben we het al gehaald. Misschien ook niet, dan halen we het, terwijl deze video online is, halen we het wel. Maar het is echt fucking warm dit moment buiten. Zoals je ziet heb ik een korte broek aan. Zoals je hier ziet, gewoon een Real Madrid broekje, want die zit heel erg lekker. Ik heb niet eens sokken aan, jongens. What the fuck. Gewoon zo relaxed. Het is natuurlijk ook warm dat ik die softbox hier aan heb staan. Maar zonder softbox is ook super warm in mijn kamer. Ik ga daar eventjes douchen. Maar ik wou gewoon even deze video maken om even met jullie te praten. Want ik wil jullie even gewoon bedanken voor de support de laatste tijd op mijn kanaal. Bijna elke video 100 likes natuurlijk. Op de video die ik vandaag op vrijdag heb geüpload, heb ik op dit moment nog niet de 100 likes, maar I don't care. Dat kan natuurlijk wel eens een keer gebeuren als de video weer niet in de subbox komt. En sowieso heeft elke YouTuber wel eens een keer een dag waarbij je echt gewoon kut support krijgt. Maar I don't care, want jullie support deze hele maand is echt super, maar ook echt super awesome. Dus daar ga ik echt niet over klagen. Even geef jezelf even een dik schouderklopje. Geef even een applaus voor jezelf. Als je ouders je raar aankijken, zeg maar dat het van mij moest. Tja, ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen op dit moment. Ik kan niet wachten tot ik die 10.000 abonnees heb. Dat zeg ik je wel. Ik ga er gewoon hard voor werken natuurlijk. Het is bijna zomervakantie. Dus wie weet kan iets in de zomervakantie gebeuren. Ik wil trouwens ook, ik weet niet of je deze video kijkt, Maxime. Maar super bedankt voor je follow op Twitter natuurlijk. En gewoon even het praatje wat we hebben gemaakt. Want Maxime die woont dus dicht bij mij. Ik woon in Den Haag. Zij woont ook in Den Haag. En oh my fucking god. Er heeft iemand geonabonneerd. You piece of motherfucking shit. Nee, I don't care. Jongen, dat gebeurt dagelijks dat ik subs eraf krijg. En dan er weer subs bij gaan maken. Het is op dit moment 1 april dat ik dit opneem. Ik heb niemand geprankt op dit moment. Want je weet natuurlijk dat ik geen pranker ben. Ik ben wel even vies geprankt door Tom en Tim. What the fuck? Ik zit mijn economie toest te maken. En ik was klaar, dus ik ga aan mijn telefoon. Ik zie dat ik Tim heel snel moest bellen. Ik ga niet zeggen waar er werd geprankt. Want dadelijk gaat het echt gebeuren natuurlijk. Dus daar heb ik geen zin in, maar hij had me daar wel even goed mee te pakken in ieder geval. En Tom had me natuurlijk ook wel hard te pakken. Ik denk dat jullie dat wel op Twitter hebben gezien. Dat ik een teringleier was. Dus ik dacht, ik word wakker. Ik had me al verslapen. Punt 1, ik pak hier mijn telefoon van mijn oplader af. En ik zie Tom, jij bent echt een vieze teringleier op Twitter. Ik denk, what the fuck Tom, wat heb ik gedaan? Dus ik app hem, van wat is er aan de hand? En toen realiseerde ik me, omdat ik naar de datum keek. For fuck's sake, Chester, het is 1 april. Dus ja, Tom, shout out naar jou. Abonneer even Tom, want ik weet niet of Tom al de 100 abonnees heeft als je deze video kijkt. Dus al heet hij het wel, gefeliciteerd Tom. Maar gefeliciteerd natuurlijk. Gefeliciteerd hè. Ik ga nu even douchen. Ik wil heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Als we de 4000 abonnees willen halen, als deze video online is. Super bedankt voor jullie insane support natuurlijk. Laat een blauw duimpje op deze video achter. Dat helpt me natuurlijk enorm. Ook eventjes een thanks naar Maxime voor de follow op Twitter en het contact een beetje. Maar het is niet heel erg contact of zo. Dus jongens, super bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer om 3 uur precies bij een nieuwe video. Zoals ik al zei, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei. De video is nog niet klaar. Want ja, we hebben het al gehaald jongens. Let's go. 4000 abonnees. Echt fucking hell. We gaan proberen gewoon zo snel mogelijk naar die 10.000 te komen. Dat is mijn doel natuurlijk voor dit jaar. Zoals ik natuurlijk hier een stukje hiervoor al zei. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken. Super bedankt en tot morgen om 3 uur bij een nieuwe video. Doei.